Goeiedag. De ochtend begon koud op veel plaatsen in Nederland. In het oosten daalde de temperatuur lokaal zelfs tot maar iets boven het vriespunt. En vlak aan de grond kwam her en der lichte vorst voor. Nou, die temperaturen gaan de komende dagen wel weer omhoog. Maar van het mooie weer kunnen we alleen vandaag nog profiteren. Want er staat echt een duidelijke weersomslag op het programma. Die begint morgenavond al. Maar vooral later in de week en richting het weekend wordt het echt heel regenachtig. En ook onstuimig met een stevige wind. Nou, vandaag was daar dus nog geen sprake van. Een overwegend zonnige dinsdag op veel plaatsen, dat zien we ook op de satelliet. De bewolking redelijk ver bij ons vandaan, maar geleidelijk aan komen die wolkenvelden vanuit het zuiden wel dichterbij. In eerste instantie zal dat sluierbewolking zijn, maar in de loop van morgen wordt die bewolking steeds dikker en dan passeert een gebied met regen. Veel meer regen, gelinkt aan een lage drukgebied dat vanuit Frankrijk naderbij komt, zien we vanaf vrijdag en in het weekend volgen in onze omgeving. Dan kan er echt veel neerslag vallen en staat er bovendien ook enige tijd een stevige oostelijke wind. Niet alleen bij ons, maar in een groot deel van West-Europa, Centraal-Europa wordt het wisselvallig de komende dagen. Met rondom dat lage drukgebied, vooral in het weekend dus, flink wat neerslag. Langs de noordzijde van dat front zou zelfs de eerste sneeuw van het seizoen kunnen vallen. Bijvoorbeeld in delen van Denemarken. In het zuiden van Scandinavië kan dat ook gebeuren rondom zaterdag. Maar bij ons is het daar uiteraard nu nog te warm voor. Nou, vanavond en vannacht koelt het nog wel flink af. In het noordoosten van het land temperaturen van lokaal 1 of 2 graden boven nul. En het is niet uitgesloten dat het daar plaatselijk ook weer een graadje gaat vriezen vlak aan de grond. Elders minima tussen de 3 en 6 graden. En daarbij is het in eerste instantie helder. Later in de nacht neemt vanuit het zuiden dan die sluierbewolking toe. En die wolkensluiers die breiden zich morgen over het hele land uit. Dat betekent dat de zon steeds meer afgeschermd raakt. Maar het blijft wel tot de avond overal droog. We komen bovendien een zachtere lucht terecht, want de temperatuur komt morgen uit tussen de 13 graden in het noorden en in Limburg plaatselijk zelfs 17 graden. Nou, daarbij staat een tamelijk frisse wind uit het oosten, matig boven land en langs de kust, met name in het noordwesten, later op de dag vrij krachtig of krachtig. Dat is een windkracht 5 of 6. En dat is dan de opmaat naar een veel wisselvalligere donderdag. Al denk ik wel dat de meeste regen vooral in de nacht naar donderdag en donderdagochtend vroeg zal vallen. Nou, dat regengebied trekt dan in de loop van de ochtend naar het noorden weg. Vervolgens wordt het een tijdje overwegend droog met wellicht wat ruimte voor de zon. En dan komen we eventjes in de veel warmere lucht uit Frankrijk terecht. En dan gaan de temperaturen behoorlijk oplopen naar gemiddeld zo'n 17 graden. Maar in Limburg kan het lokaal zelfs 20, misschien wel plaatselijk 21 graden worden. Nou, in de loop van de middag, dan nadert vanuit het zuiden een nieuw gebied met regen. Die breidt zich dan weer uit in de avond over het hele land. En dan komen we vervolgens weer in de koudere lucht terecht. En dat gaan we vooral vrijdag en zaterdag merken. Dan regent het van tijd tot tijd flink, tijdens de passage dus van dat lage drukgebied. Met name vrijdag en in de nacht naar zaterdag komt er ook een stevige oostenwind te staan. En dat hele beeld maakt het echt waterkoud. In de loop van volgende week, in de loop van het weekend en begin volgende week loopt de temperatuur dan langzaamaan weer op. Maar ja, aan het wisselvallige weerbeeld verandert niet zoveel. Dat zien we ook op de lange termijn. Het blijft overwegend wisselvallig, maar na die dip komend weekend in de temperatuur wordt het volgende week waarschijnlijk wel weer gemiddeld een graad of 15. Ik wens u nog een mooie dag.